Oké, we gaan weer een verzoekvideo doen. Ditmaal voor Miguel Noordermeer en Just Happy. Die hadden gevraagd of we het spel Big Bonus wilden gaan spelen. Dus bij deze. Welkom bij een Big Bonus. Je hebt €5 aan gratis spelen. Oh, dat is grappig. Op 20 cent. Nou, dan gaan we die eerst maar doen. Je hebt 25 gratis spellen. Deze gaan we even snel doen. Het is net iets te laag inzet voor mij, maar goed. Oeh, bijna de bonus. Daar moet je er dus 3 van hebben. 3 sketches in bodem. Je kan, als je op de computer speelt, kan je je spatiebal gebruiken om heel snel te rammen. Nou, we gaan even die gratis spelen snel opspelen. Ik wist niet eens dat ik ze had, dus... Heel af en toe heb ik al bij die free spins bonusjes die je er af en toe bij krijgt. Dat je er een leuke prijs mee krijgt. Maar meestal is het maar 4-5 euro of zo, dus ze schiet allemaal niet op. Nog 7 spellen. Ja, Miguel en Just Happy die hadden dus gevraagd of we deze wilden gaan reviewen. Ik snap op zich wel waarom, omdat ja, dit is wel een echt klassiek fruitspelletje. Alleen die bonus is best leuk. En je had ook een variant van Goal volgens mij, of iets in die richting met het WK. Die was gebaseerd op deze Big Bonus kast. Nou, 4,50 gewonnen. Hoppakee. We gaan spelen op een eurotje. Oeh, meteen een leuke. €20. Ja, je moet eigenlijk volle bak hebben. Het leuke bij deze bonus is namelijk dat als je... Hij is soms wel moeilijk te hitten, want hij valt niet heel vaak. Maar als hij valt, dan kan je kiezen uit een... Voor mij een 3 of een 4-tal opties. Dat is eigenlijk een soort, geen memory spelletje, maar gewoon een pick-and-win systeem, zeg maar. Onder elke optie zit namelijk een multiplier. En die win je dan gegarandeerd in de bonus. En het is de bedoeling dat je zo lang mogelijk onder die multiplier zit. En ik vertel het eigenlijk een beetje vreemd, maar je zal het zien als je straks die bonus ziet. Je kan namelijk, als je die bonus hebt en met die opties, kan je 25 keer pakken tot aan 100 keer. Dus dan moet je uiteraard die 100 keer hebben. Want dan stopt de bonus pas nadat je 100 keer de inzet hebt. Als je 25 keer de inzet hebt, stopt de bonus pas al nadat je 25 keer de inzet hebt. En ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar in de bonus moet je dus hopen op zo min mogelijk hoge prijzen. Want als je die multiplier gehaald hebt, stopt de bonus. En dat is wel eigenlijk een heel tegenovergesteld principe. Want je hoopt natuurlijk altijd, als je een bonus hebt, om zoveel mogelijk geld te winnen. Terwijl bij deze is dat dus niet het geval. En in de bonus, je kan die wel, zie je hier al af en toe voorbij komen. Die moet je eigenlijk dan zoveel mogelijk rechts hebben. Zodat die links geen combinatie kan maken en dan... En dat je heel veel prijsjes hebt van 1, 2, 3, 4 tot 10 euro in de bonus. Of tot 25 euro. Of ik denk wel 25, maar volgens mij is 20 keer de minimale. Kom op, doe het. Nee, jammer. Ik wou zeggen, dat was wel eens mooi geweest. Dat hadden we meteen kunnen laten zien. Ja, verder valt er vrij weinig over te zeggen. Het is een heel simpel spelletje. En hij teast helemaal, als hij die bonussymbolen helemaal niet laat zien, dan moet je er meteen mee stoppen. Het gevaarlijke bij deze is namelijk dat hij ook al een echte geldvreter kan zijn. Helemaal als je heel snel die spatiebal kan rammen. Dus we gaan hem ook niet te lang spelen nu. We spelen tot de 62. Dus nog 30 euro. En eigenlijk naar de prijs in het baasspel moet je eigenlijk niet kijken. Alleen behalve als je dan, net als nu, die... Meloentjes, als je dan op eerste rij hebt gehad en als je een volle bak hebt, dan heb je best een leuke prijs. Maar ik had net in combinatie met die zevens, die moet je dus eigenlijk volle bak hebben, maar dat gebeurt bijna nooit. Ik heb dat nog nooit gezien. Dus hooguit meestal 3 of 4 keer zoals je nu had. Of hooguit 1 of 2 wildrollen. Ik heb nog nooit, kijken hoeveel rollen zijn uiteindelijk. 2, 4, 6. Ik heb nog nooit 6 wildrollen gezien. En ja, ik zeg al, als je hem zo bekijkt, is het super basic. Sommigen houden ervan, sommigen vinden het verschrikkelijk. Maar hij kan vrij snel gaan vervelen als hij er geen zin in heeft.
alles draait hier echt om, om het behalen van die big bonus. En ja, dat is gewoon, het is gewoon heel leuk verzonnen dat je dus eigenlijk tegendraads voor je gevoel een bonus krijgt. Waarbij je zo min mogelijk moet winnen. Kom op. Ah, leek even dat het ging vallen. Maar zoals je ziet, als je er geen zin in hebt, kan het aardig snel gaan. Dus we houden het echt aan tot de 260. Kom op. Ja, voor de rest zijn het vooral kleine prijzen die je in het basisspel geeft. Kom op, doe het. Maak het in ieder geval ingespannen. Ja. Ik heb er niet heel veel zin in. En ik zeg al, als je dat merkt, dan moet je er, hoe verleidelijk het ook is om door te spelen om die bonus te hitten, gewoon meteen mee stoppen. Ik speel wel iets te lang door. Ik wil eigenlijk iets langer. Ik wil eigenlijk al iets eerder stoppen. En toch is dat bij veel kasten. Je voelt gewoon of hij er zin in heeft of niet. Ik ben wel benieuwd of Just Happy en Michael hier een dikke klapper mee hebben gemaakt. Ik heb zelf wel een paar leuke bonusjes mee gehad. Maar ik hoor het graag van jullie. Kom! Zzzzt. Ja! Kijk! Wat een timing. Oh, we hebben de 260 stoppen. Oh, 20 keer is het laagste. Je moet dus die 100 keer hebben. Die heb ik nog nooit gehad. Ik heb wel eens een keer 30 voor mij gehad of 50. Als het maar niet 20 is, dan vind ik het allemaal prima. Ik ga voor Rex. 25. Oh, links. Motherfuckers. Ja, dat is al van tevoren ingesteld, maar. Oké, 25 keer. Dus je moet allemaal kleine prijsjes hebben. Want hij stopt bij de 25 keer. Dus je moet die weltjes helemaal rechts hebben. In ieder geval niet links, want dan is het vrij snel over. Want 25 keer. Kijk, dat red je nu al, denk ik. Dus ik denk dat dit een hele slechte is. Hopen dat het maar 20 is. Kom op, please. Oh, 13 zelf maar. Je moet geen combinatie met 7's hebben of welts. Kijk, dan blijft hij dus doorgaan. Nou, rechts moet je welts hebben, want die allerlaatste draai die is dan de hoogste score natuurlijk. Kan het niet worden, denk ik. Het liefst op de allerlaatste rijden en daarna pas de ene laatste. Oeh. Ja, het duurt pas gelukkig wel even voordat je die 25 keer hebt. Dan moet je echt die combinatie hebben, 7 of kroontjes. Dus ja, zo kan je eigenlijk oneindig blijven draaien, wat wel heel leuk is. Alleen een echte klapper heb ik nog nooit meegemaakt, maar... ja. Nou loopt die ene laatste rij, dan wordt het leuk. Oeh, ja. En een goede plek, want hij geeft net... Of is het net... Ik hoop dat het geen 25 is. Jawel, het telt te snel. Stop. Fuck. Want dan had je eigenlijk met je 7's moeten hebben. 39. Ik dacht eigenlijk omdat daar een bestje op die tweede zat. Kijk, hij mag dus niet boven de 25 euro uitkomen. En als je die 100x hebt, ja, dan heb je echt bijna volle bak wel. Dus dan heb je echt een dikke. 25 keer winst gehaald. Hoeveel was het uiteindelijk? Ja, 68 euro, is toch netjes. Dan spelen we tot 250. Dan heeft het geen geld gekost. Of 220. Dan hebben we zelfs 2 tientjes winst, denk ik. Ik wou zeggen, zullen we het een paar keer op 2 euro doen. Maar hij heeft net die bonus gegeven, denk ik. Ik ga verstandig doen. Ik ga echt stoppen bij de 320. En je ziet het ook, als hij de bonusje niet meer gaat geven. Dan moet je stoppen. Ik had eigenlijk al geluk, want daar had ik voor mijn gevoel niet echt zin in. Maar zo zie je maar, je weet het eigenlijk nooit. Maar ik hou het echt voor gezien nu. Dus Michael en Just Happy bij deze review van Big Bonus. Qua score. Ja, ik vind hem wel origineel. Het is een heel simpel kastje. Ja, je moet er echt van houden. Dus de ene zal het niks vinden, anders vindt het leuk. En ja, ik vind persoonlijk die bonus wel grappig. Ik hou hem daarom in het midden. Hij krijgt mij 3,5 ster. Dus Big Bonus van Inspired krijgt 3,5 ster. Yo!
Yes! Kom op, 100 keer. Oh, alles slechtste. Maar die welds moet zoveel mogelijk rechts. Want hij stopt zodra je die minimaal 20 keer hebt. Op de ene laatste rol moet je vallen. Kom op. En niet op die tweede of die derde. Oh nee. Oeh, dat is gelukkig nog geen 20 keer. Oeh, dit wel denk ik. Is het al over? 4, 5, 6, 7, geen 20 alsjeblieft. Ah, oh, fuck. Dat was het al. Dus moet jij die 100 hebben, want dan heb je volle bak. Yes! 4 zelfs, kom op. Alsjeblieft. 50 keer ben ik al tevreden. Boah, de allerslechtste. Tjonge jongen. Veel weltreks, kom op. Rechts. Oh, dat is niet goed. Mag geen links, wel links bijvallen. Rechts, kom op, doe het. Ah, rechts. Oeh, nee, dat is al een fout. Dat is al 25 keer, denk ik. Oh nee, gelukkig. Yes! Dan nog eentje op de rechter. Doe het. Yes! Want dat is al 25 keer denk ik, net niet. Net niet, nee, dat is goed hoor. Nou, nog een wel bijvallen. Net wel of net niet? Net wel zeker. Oeh nee, toch. Dat is toch een goeie. Kop. Daar rechts moet nog wel vallen. Weer net niet denk ik. Ja, die, oh, met die sinaasappel wel, dat heb ik wel. Oeh nee, net niet. Dat is goed toch? Ik denk dat ik een Meijer zit ofzo nu. Komt daar rechts de weld vallen. Oeh, nee, dat is ook nou is het over. Was echt wel een dikke. Maar dat is toch geen slechte bonus, hoor. Kijk maar. Hoppakee. Ik denk 180 of zo. Oh, dat valt me tegen. 162. Maar toch een leuke. Ik ga er meteen mee stoppen. Kom op. Yes! Kom op. Doe het. 25 keer. Oké, kom op. Oké, nou zoveel mogelijk rechts. Weer recent. Ja, dat is goed.
Allemaal rechts. Ja, ja, ja. Niet te veel nou in het midden. Oeh. Minimaal 25 euro, hè. Wat pakt hij dan? Toen niet hier. Oh, 11 euro, gelukkig. Ik wou zeggen, pakt hij al die meloenen. Oh, de bloemen pakt hij wel. Op rechts wel. Yes! Oeh, dit is een dikke. Deze hem al, denk ik. Ja, ja, ja. $32, dat is jammer, hè. Hoe is het in totaal? 60 of 70 of zo. Precies 50. Wat is dat dan?